Goedemiddag, het is weer vrijdagmiddag en dus de hoogste tijd voor een gloednieuwe Sloep Entertainer videoblog. Het is eigenlijk donderdagmiddag, maar we lopen een dagje voor. We zijn lekker op tijd. Nou, wat gaan we vandaag laten zien? We gaan vandaag laten zien wat we in maart doen. En we doen dat omdat het vandaag super lekker weer is. Wij een beetje het watersportgevoel weer in onze bol krijgen. Dat hebben we eigenlijk 365 dagen per jaar. Maar we gaan je vandaag laten zien wat we dus doen aan begin maart. Dus dat zie je vandaag in de Sloep Entertainer videoblog. Hashtag, nu gaan we Willem voorstellen. Willem, dat is de man die alles kan, behalve vissen. En, dat is niet zijn ding. Willem, die zou je misschien... ik wilde zeggen, doe de camera deze kant op. Maar dat kan niet, omdat Joni naaldhakken aan heeft. En aangezien dit allemaal roosters zijn, gaat ze zeg maar zo op de steiger lopen. Dus dat gaat niet werken. Dus Willem, misschien kan je even meekomen, jezelf verder voor te stellen. Willem, die is de man die alles kan. Nou, misschien kan je jezelf voorstellen. Ja, nou, ik ben al een aantal jaartjes werkzaam. Vooral met het afleveren en blij maken van mensen... Het bootdrengen waar ze al heel lang op gewacht hebben. Dus ja, ik heb eigenlijk wel het mooiste baantje bij verschuur, mag ik zeggen. Alleen maar mensen blij maken. En daar word ik zelf ook heel blij van, want dat is waar ik voor ben. Nou, kortom, ook wij worden er blij van. We zijn allemaal blij. Nee, maar het leuke is, we zijn lekker met de voorbereidingen bezig. Want, wat ben je aan het doen? Nou, ik ben de fenders aan het monteren op de steiger. Ja. Dat is straks voor de winterberg als je naar buiten komt en als ze klaarleggen voor vertrek, dat ze dan... los kunnen maken en wegvaren en zonder de krasje. Dus daar ben ik nu van in de weer. Ja, dus we zijn inderdaad... kijk, zoals hier, we zitten nu natuurlijk aan de Brasem. En dit is de plek waar heel veel mensen weer met een superblij gezicht het water opvaren. Eigenlijk het begin van het watersportseizoen van heel veel mensen hier. Dus dat is gewoon superleuk. En dus we zijn nu aan de waterkant al een beetje bezig. Maar de mannen in de werkplaats zijn natuurlijk ook hartstikke bezig. En daar gaan we nu even kijken. Hier liggen de eerste paar windstangsboten al klaar. Die worden heel snel opgehaald. Het is natuurlijk maart en de meeste mensen halen me eigenlijk vanaf begin april altijd op. Alleen het klimaat warmt toch een beetje op en daardoor worden de vaarseizoenen ook wat langer. En mensen kunnen gewoon niet zo lang zonder boot. Dus vandaar dat we nu al begonnen zijn. Dus er is nog geen één windstangsboot opgehaald. Maar deze worden wel heel snel opgehaald en die worden klaargelegd. We checken dan altijd nog even de werkbon of alle werkzaamheden echt gedaan zijn. En soms moeten we nog even testen of de motor daadwerkelijk goed is of die koelt. Nou, dat gebeurt allemaal hier. En wat hier vooraf aangaat, dat zien we beneden. Nou, we komen nu even spontaan bij Harry binnenlopen. Nee, Harry is natuurlijk onze service manager. Ja, de camera staat daar, maar even omdraaien. Goedemiddag. Harry, wat ben je allemaal aan het doen? Ja, mijn camera, tenminste de camera staat daar, maar het microfoontje zit hier. Nou, momenteel ben ik wat bestellingen aan het doen bij Alpa. Kijken wat er op voorraad ligt en een bestelling plaatsen. Twee, drie keer in de week loop ik door het magazijn, kijken wat er nodig is. En voor de rest hou ik me bezig met het in- en uitgaande werk van alles wat er in de werkplaats gebeurt. Dus ook externe klanten die de boten komen brengen voor onderhoud, reparatie. Nieuwbouwen van boten, dus de opbouwen ervan. Ik zorg dat gladjes loopt, dat de monteurs eigenlijk gewoon door kunnen gaan. En als stel ik bel jou op en ik wil een servicebeurt ingepland hebben, is het dan heel druk? Of, Ja, momenteel zitten wij qua planning in mei. Ik kijk ook een beetje van hoeveel werk is het. Zijn er kleine reparaties, proberen we dat wel tussendoor te doen. Ja, ze doen altijd ons best. Ja, dat zeker. Ja. Dan gaan we nu door naar de volgende. Ik weet niet of je dit hebt gehoord, maar ik denk het wel. We gaan door naar de volgende. Ja, aan de overkant van de haven, dus aan de andere kant van de weg, logisch, hebben we natuurlijk ons bedrijfspand zitten. Nou, we hebben één van die hallen helemaal vol staan met windstallingsboten. Dat zijn de boten die een binnenplekje hadden gereserveerd. En die staan al 5 of 6 hoog opgestapeld. We hebben inmiddels al best wel een gat geslagen met boten die we aan het voorbereiden zijn om weer te water te laten. Nou, dat zie je hier. Hier lagen ze ook 5, 6 hoog, maar er is al een heel stuk uitgehaald. En de mannen Marco en Wees zijn druk bezig met een korsje van 5,95, zie ik, om die weer klaar te maken. En dit is onze Marco. Goeiedag. Marco, wat ben je allemaal aan het doen op het ogenblik?
deze klant heeft problemen met het starten van zijn buitenboordmotor. En wij zijn het defecte startrelais aan het vervangen voor een werkend startrelais. Waardoor deze man weer netjes met de sleutel zijn motor kan starten. Oké, okay, en is het druk op het moment of, of is het rustig? Iets ertussenin. Iets ertussenin. Nou, zo zie je, de jongens zijn hartstikke koelbloedig. En onze kanjer van Mees die is druk bezig om de tent weer op te zetten of eraf te halen. Of iets ertussenin. Wil jij nog wat zeggen, Mees? Nou, nee hoor, dankjewel. Maar ik ben er daar inderdaad mee bezig. En het komt helemaal goed, nog 160 boten te gaan, denk ik. Oh, okay. Nou, dat valt mee. Ik denk nog meer buiten. Oh, oké, okay, nou gaan we snel door naar de volgende. Nou, we staan hier bij een Corso 25, die wordt opgebouwd voor een klant. Jeremy is hard bezig, want die heeft schoolvakantie, dus die is druk bezig om de besturing voor te bereiden, toch? Yes, ik ben nu het stuursysteem aan het voorbereiden en ik heb het netjes afgeplakt om de boot niet te beschadigen. En ja. Dat is. Ja, dat is. Dat is, dus wordt ook gewoon volop gas doorgebouwd met nieuwe boten. Migo is er denk ik ook mee bezig en Flip, dus daar gaan we ook eventjes kijken. Nou, het wordt natuurlijk ook hartstikke druk doorgebouwd door onze monteur Michal. Die is druk bezig met de boot van de heer Huizing. Die heeft een paar maanden geleden bij ons gekocht. Een Primeur 620 met heel veel mooie opties. Onder andere een... ja, moet jij maar op de trap gaan staan, Jo? Jij kan beter zien. Ik ga op de trap. Onder andere een carbon dashboard. Dat is net even anders dan de standaard dashboardplaten die erin zitten. Met mooie chrome klokken erin en een telefoonoplader en houder op het dashboard. Ja, dit is wel een hele mooie boot zo in die zwart-blauwe kleurstelling met die lichte bekleding. Dus ik denk dat de heer Huizing heel blij gaat zijn. Nou, uiteraard gaat het gewone onderhoud aan alle boten ook door. Dit is bijvoorbeeld geen winterstalling geweest, maar die is wel hier naartoe komen varen of hebben hem opgehaald, weet ik zo even niet aan mijn hoofd. En ja, hier zijn een aantal dingen die aangepast moeten worden. Nou, we hebben natuurlijk een ongelofelijke groei meegemaakt de afgelopen jaren en het gaat niet... als je geen extra mensen aan het team toevoegt. En we zijn super blij met Frank, want Frank die werkt hier net een maandje ongeveer, een paar weken. Ja, misschien kan je even kort introduceren. Ik ben Frank Arts en ik werk nu sinds 3 weken werk bij Verschuren Watersport. Ik heb het tot nu toe erg naar mijn zin. En het werk is erg gevarieerd. Ja, dus zo hebben we een hartstikke mooie parel er weer bij, dus om het een beetje aan te kunnen. Dus super blij mee. Nou, de meeste boten die we opbouwen, die zijn uiteraard voor klanten. Alleen we hebben één specialist die bij ons de waadsporen afbouwt. Nou, deze is voorraad, oftewel voorraad. En Flip, onze monteur, die is er druk mee bezig. En Flip, wat ben je allemaal aan het doen? Een beetje bedrading erin aan het maken. Anders gaat het niet werken. Ja, want inderdaad, anders dan gaat het inderdaad niet werken. Nou, dat is een hartstikke mooi antwoord. Ja. Nou, we zijn Svinters uiteraard ook altijd bezig om boten weer in orde te maken. Deze boot had helaas een lekkage bij de boegschroefkoker. Had ermee te maken dat er een verkeerd middel was gebruikt tussen de koker en de boot. Het kan ook zo zijn dat er een productiefout in het middel zelf heeft gezeten. In ieder geval, er kwam wat water via de boegschroefkoker binnen, waardoor ja, de klanten iedere keer last hadden van water in de boot. Ja, we hebben overal gezocht, het was moeilijk te vinden, maar ja, we hebben het nu gevonden. Dus ja, dan gaan we dit weer helemaal schuren en opnieuw opbouwen, zodat het niet meer lekt in het voorjaar. Nou, omdat het zonnetje gaat schijnen, hebben we ook al wat afleverboten naar buiten geduwd. Nou, zo zie je een hele rij achter mij staan, natuurlijk van alle merken. En we hebben binnen ook nog heel veel staan, maar ja, het is nu gewoon in februari de meest drukke tijd qua aantal boten. Want er zijn heel veel nieuwe boten binnengekomen die we natuurlijk nog kunnen verkopen. Alle winterstalling staat er nog. Er staan veel onderhoudsboten, dus het is op dit moment zitten we echt vollest. En ja, vandaar dat er ook wat boten buiten staan, maar die gaan we allemaal snel lekker plonzen. En oh, dit is trouwens ook wel grappig. Ik vond dit wel een hele leuke bootnaam. Kijktourist. Wel weer origineel. Dat is natuurlijk ook wel grappig. We zien natuurlijk al die bootnamen voorbij komen. Nou zit hier nog lang niet overal de bestikkering op, alleen die heeft hem dan al wel. Maar ja, het is wel grappig om te zien dat iedereen zijn boot toch een hele gekke naam geeft. Nou, wij zijn natuurlijk ook met van alles en nog wat bezig. En een van de dingen die we nu aan het doen zijn, eigenlijk een beetje laat aan het einde van de winter, maar toch zijn we het nu aan het doen, is nou, voor de scheikundigen onder ons, warme lucht stijgt op. En we hebben een hoge hal van 9 meter en we hebben daar zo'n mooie gasvretende kachel hangen. En ja, dan staat het ding de hele dag aan en pas aan het einde van de dag voelen we dat het hier warm is. Terwijl als je boven bent, dat het daar eigenlijk al heel erg warm is. Dus we hebben nou hele grote ventilatoren laten ophangen van wel 4,5 meter spanwijdte.
Die zijn ze nu aan het aansluiten daar met de hoogwerker. En die zorgen er eigenlijk voor dat de warme lucht die bovenin het pand hangt naar beneden was, zodat het hier wat warmer wordt. En in de zomer, als het buiten koel is, in ieder geval dat je wat meer ventilatie hebt. Dus ik ben heel benieuwd hoe het is. Bas die is ook wat aan het doen, maar die staat te wachten. Hoi! Ja, Bas is op het moment niet zo druk, dus dit gewoon een beetje uit zijn neus te vreten. Dus we gaan even voor Claudia kijken. Ja, en hier op kantoor zijn we natuurlijk ook hartstikke druk, want jullie denken dan, ja, wat doe ik dan de hele dag? Of Joni of Mario? Nou, we zijn hartstikke druk met allerlei zaken. Zoals, er was vanochtend een nieuwsbericht hier in de gemeente, dat de gemeente in principe het goedgekeurd heeft dat we een loods aanbouwen. Moet ik even dit een klein beetje afschermen, want anders ga ik dingen laten zien die ik niet mag laten zien. Kijk. Heel veel mensen kennen ons pand wel. Dat ziet er nu zo uit. Net zo weer. Ja. Alleen, ik weet nog in 2019 dat we tegen elkaar zeiden hier van, nou, hier kunnen we wel voorlopig uit de voeten. Nou, dat klopt. Dat heeft ongeveer tot 2023 geduurd, want het is nu echt wel een beetje te klein geworden. Dus we zijn bezig om er nog een loods aan te bouwen. Die krijgt niet zo'n mooi schuindak als de andere loodsen. Tenminste, dat zijn we een beetje aan het overwegen, want ja, dat kost heel veel ruimte. Maar deze loods wordt eigenlijk echt een opslagloods voor winterstalling. We hebben nu heel veel boten buiten staan, maar ja, heel veel klanten willen toch liefst binnen liggen. Dus ja, dan kunnen we wat meer binnenplekken aanbieden en buiten kan ook nog gewoon. Maar ja, om een loods bij te bouwen valt het natuurlijk niet mee, want er moet een bestemmingsplan gewijzigd worden. En je moet bij de buren langs gaan, dus ik ben vanochtend bij de boer hiernaast langs geweest. Om aan te geven van, hey, wij gaan een stukje groter worden. Die stond er gelukkig positief in. Dus daar zijn we druk mee. We zijn hartstikke druk met de plannen bij ons aan de overkant nog steeds. Met de jachthaven die omgeturnd gaat worden tot een supermooi nieuw gebied. Dus daar gaat ook heel veel tijd in zitten. Windstalling bellen, nieuwe modellen, boten maritiem. Nou, allerlei zaken die de hele dag door voorbij komen. Dus we hoeven ons niet te vervelen. Ja, nou ja, goed, Joni zit weer alles af te kraken dat ik nu te lang praat, dus ik moet heel snel het einde in gaan doen. Joker. Nee, zeker niet. Nee, nou, dit was een Sloepertender videoblog. We hopen dat je het een leuke vlog vond. Volgende week zijn we terug met een gloednieuwe Sloepertender videoblog. We gaan uiteraard van de zomer weer heel veel nieuwe vaarvideo's maken, maar dan moet het nog iets warmer worden. We hopen dat het volgende week wat warmer zou worden, maar hij wordt weer heel lang. Dus bij deze einde video, tot volgende week.